Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 7 december 2015. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag is er weinig tijd, dus ik heb een korte uitzending. Nou zeg ik dat wel vaker. En dan wordt het alsnog een lange uitzending, ondanks de geringe tijd die beschikbaar is. Over de data moet ik even onduidelijk blijven. Als er genoeg tijd is, dan heb ik Contestia en 8 PSK 1000 met dezelfde parameters als gisteren. Blijft er na het maken van het gesproken nieuws minder tijd over, dan is er alleen Contestia met 8 tonen. En blijft er weinig tijd over, dan is er alleen 8 PSK 1000 bij 1750 hertz. En is er nog minder tijd? Ja, dan is er helaas geen data. Ik doe mijn best, maar het zou kunnen dat het een uitzending zonder data is. Vooral de file van Contestia duurt vrij lang om te maken. Ik heb gisteren de tekst van eergisteren al herhaald. Dus ik wil dat eigenlijk niet opnieuw doen, maar ik zou dat kunnen overwegen. Nog even over het onderwerp van gisteren, dat minister Kamp onderzoekt of de middengolfband voor kleinschalig gebruik, het zogenaamde AM, low power AM moet ik zeggen, of LPAM, kan worden vrijgegeven. Daarbij is zelfs een optie aan de orde waarbij alle uitzendingen onder 1 watt ERP zouden zijn toegestaan. Op de site van AT is een vragenlijst te vinden waar je je mening over dit onderwerp kunt geven. Die moet echter wel voor 11 december bij het agentschap binnen zijn, die vragenlijst. Verder heb ik zelf vanmiddag een enquête opgezet, heel eenvoudig, over dit onderwerp op de site zendamateur.com. Daar kun je aangeven of je het plan een goed idee vindt of een minder goed idee. De enquête loopt tot 21 december 's middags. Dat wil zeggen, tot dan kun je hem invullen. En je kunt één keer je mening geven. Op het moment dat ik dit schrijf is hij al door 19 mensen aangevinkt. De notulen van het amateuroverleg van 13 oktober zijn bekendgemaakt. Agentschap Telecom gaf enige toelichting over het bestemmen van de 13 centimeter band voor het gebruik van drones. Het gaat om de band van 2300 tot 2495 MHz. Voor een deel valt dit samen met de wifi frequenties. Een ander deel omvat onze hele 13 centimeter band, die toch ook al wel eens door zendverboden geteisterd wordt. AT vertelde hierover het volgende. Er was een noodzaak om frequentieruimte aan te wijzen voor gebruik door professionele drones. Deze kon alleen terecht in het vergunningvrije spectrum zoals 2,4 en 5 gigahertz. Dat was hiervoor dan. Hè? Zowel qua beschikbare bandbreedte als betrouwbaarheid was dit onvoldoende. DGETM benadrukt dat de frequentieruimte alleen wordt opengesteld voor bedrijfsmatig gebruik van drones voor camera-inspecties van hoge en moeilijk bereikbare plaatsen. Dit komt er beperkt voor. De frequentieruimte is niet bestemd voor hobbymatig gebruik van drones. Voor het frequentiegebruik zal een vergunning nodig zijn. Bij het afgeven van vergunningen wordt zoveel mogelijk om het amateurgebruik heen gepland. Enige flexibiliteit is wel nodig, vooral als het druk wordt. Maar er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met bestaand gebruik door amateurs. DGETM verwacht dat er voldoende ruimte overblijft voor de amateurs. Er is juist gekozen voor deze band omdat de beschikbare apparatuur hierop is afgestemd en vanwege de overeenkomsten met bestaand gebruik in deze band. DGETM geeft daarnaast aan dat er wordt gewerkt aan een pilot die gedeeld gebruik in de 2300 tot 2400 MHz band mogelijk moet maken door het toepassen van License Share Access, LSA, een digitaal spectrum boekingssysteem. LSA wordt in eerste instantie ontwikkeld voor draadloze camera's van Defensie. Later wordt gekeken of het systeem kan worden uitgebreid naar het overige gebruik in de band, zoals drones en radiozendamateurs. Verder wordt ook ingegaan in het verslag van het amateuroverleg op PI9 stations, die sinds 3 oktober 2008 niet meer aan contesten mee mochten doen. Alle PI9 calls van, ja, om een lang verhaal kort te maken, alle PI9 calls van voor 29/6/2015 hebben nu een nieuwe vergunning gekregen zonder contestverbod. Nieuwe PI9 vergunningen worden verder alleen uitgegeven voor het gebruik van de amateurbanden ter behoeve van wetenschappelijk onderzoek en die mogen niet contesten. Een belangrijk punt dat veel amateurs zal interesseren is verder de uitbreiding van de 7 MHz band voor en amateurs. De ontwikkelingen lijken daar een beetje tegen te vallen. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden, aldus de notulen van het amateuroverleg. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle beschikbare frequentiebanden voor novice amateurs binnen Europa. Daaruit blijkt dat er grote verschillen zijn. Het agentschap streeft naar Europese harmonisatie op dit punt. Ja, dat was ook een punt in de enquête. Hè? En onderzoekt de mogelijkheden hiertoe. Op dit moment kan het agentschap geen voortgang melden ten aanzien van dit verzoek. Het agentschap heeft beperkte capaciteit beschikbaar en moet prioriteiten stellen. De capaciteit voor radiozendamateurs wordt op dit moment vooral ingezet op andere prioriteiten, zoals vernieuwing van het repeatervergunningenbeleid en de Wereldradioconferentie. Daarnaast zijn er veel individuele vragen en verzoeken die veel capaciteit kosten.
De Veerland betreurt dat er geen voortgang te melden is. Zij verzoekt agentschap om de koppeling met Europese harmonisatie los te laten en het terug te brengen naar het oorspronkelijke verzoek. Agentschap geeft aan zich te zullen beraden. Het actiepunt blijft staan. Normaal gesproken betekent dat dat het doorverhuist naar een volgend amateuroverleg. Morgen gaan we in op nog een aantal andere zaken uit het amateuroverleg. Onder andere denk ik over repeaters. Ja, volgt nu nog een fragment van 2008... zo leuk kan 6 meter zijn, ook in het zonnevlekken minimum. Dit was een QSO wat ik maakte met een MFJ 9406. Dat is een top simpel zendontvangertje van 10 watt met een inverted V-antenne binnen. Alpha Zero, Echo Tango, Echo QRP Station. Papa Alpha Zero, go ahead. Roger, Papa Alpha Zero, Echo Tango, Echo QRP Station in Juliet Oscar 22, Quebec Echo, Roger. QSL, Papa Alpha Zero, Echo Tango, Echo. IW1 Alpha Zulu, Juliet, you are 5 and 5, 55, in Juliet November, 35 United Bravo, JN35 UB, and Lysil, Sugar Italy, Lima. Papa Alpha Zero, Echo Tango, Echo, QRP, IW1 Alpha Zulu Juliet, over. Roger, IW1 Alpha Zulu Juliet from Papa Alpha Zero, Echo Tango, Echo. I'm running 10 watts with an indoor antenna. Antenna indoor, Roger. QSL, unbelievable. I will send my QSL car for the good QSL via the Bureau. Thank you very much. Roger, Roger. My name is John. Juliet Oscar Hotel November. Roger. Roger, Roger, John. Roger, Roger. Thank you very much. 10 watts with indoor antenna. This is fantastic. Thank you very much for nice QSO, John. And enjoy the opening. I wish a lot of QSO and QRP. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Thank you very much. Ciao, ciao. 73, QRZ, IW1AZJ, QRZ.